Het is natuurlijk een project en als je ziet wat er allemaal gaande is en zoals ik ook net ook zei op de persconferentie, de sfeer die hier hangt is zo ontzettend positief en leuk en ja, dat wil ik gewoon graag een onderdeel van zijn en ik heb vertrouwen in dat we gewoon een hele mooie seizoen van gaan maken en ja, en zoals ik zei, het gevoel van weer terug zijn, ja, dat is wel heel fijn. Hij is een spelverdeler, bij hem moet het beginnen. En ja, dat hij dan terugkomt hier, dat is meer een toeval. Dat is natuurlijk leuk en leuk voor de supporters, leuk voor Leicester zelf, die nog veel kennis heeft. Maar in eerste instantie trek je hem aan als voetballer. Maar er gaan hier meer spelers komen van naam en faam, dat is jou ook verteld? Ja, voor mij hoeft er geen namen als het maar kwaliteit zijn. En, maar dat is jou ook gezegd? Nou ja, natuurlijk heb je daar gesprekken over en je wil natuurlijk hier gewoon met een goed elftal beginnen. En dat heb ik alle vertrouwen in, dat die mensen die bovenin zitten dat helemaal onder controle hebben. En dat is, ja, zoals je het is een spannend project en daar heb ik, daar wil ik graag een onderdeel van zijn. En weer, ja, weer NEC een stabiele Eredivisieclub maken, dat zou toch fantastisch zijn. Ja, bovenin de organisatie zitten ook mannen als Marcel Boekhoorn. Kapitaalinjectie, er is al het een en ander over gezegd. Dat hier veel gaat gebeuren, dat er veel ambities zijn. Jij bent gewend bij Ajax om in de absolute top te spelen. Dat verwacht jij ook van NEC, dat linker rijtje mogelijk nou, is? Nou, ik denk dat het woord wat je goed zegt, ambitie. En dat is wat ik, dat is een... Dat is hier heel duidelijk aanwezig nu. En dat vind ik heel fijn. Kijk, met het druk voetballen, dat vind ik meer dan normaal. En als je niet met druk kan omgaan, dan kan je beter gaan schaken of iets. En dan, maar ja, die ambitie die ze hier hebben, dat leeft enorm. En zoals je zegt, nou, natuurlijk, ik heb goede gesprekken met Marcel gehad. Marcel Boekhoorn dus. Marcel Boekhoorn was ook, hebben we goede gesprekken mee gehad. En ook, nou ja, wat hij allemaal... zie hoe de club eigenlijk zich verder gaat ontwikkelen. En dat, hij wil echt omhoog, hè? Hij wil echt omhoog. Jij bent hier ook gekomen omdat er veel mogelijkheden zijn. Hè? Omdat je ziet dat hier, net als in het verleden bij Vitesse, iets moois kan groeien. Ja, dit is een hartstikke interessant project. En het aantal interessante projecten neemt eigenlijk alleen maar af. Dus ja, dit is leuk.